Die zet ik in. Of net. Nee. Oh, sorry. Dit is mooi schilderij. Mooie man. Ik kom er niet uit die signatuur. Maar goed, wat ik weet wel wat het is. Tenminste, wat het is, laat ik het zo zeggen. Kunstenaars zijn of door mensen in een dure galerie gekocht, dus er waren mensen met poen, of het moet een familie van de schilder zijn. Dat kan nog wel eens gebeuren, dat een goede schilder, maar dat die een nichtje daarvan of weet ik veel niet, dat kan nog wel eens gebeuren. Nou weet u, via de VOC. Maar dit komt niet uit Indonesië. Nee, maar omdat dus nou datzelfde soort. De VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie, heeft tussen 1602 en 1795 grote hoeveelheden keramiek uit China. Het zijn wel mooie stukken. En kijk, deze is bijzonder. Deze zijn natuurlijk sowieso. Dit wordt ook verzameld, dus dat is ook. Misschien, Harold, heb je één tel? Ja, ik weet niet, ben ik vrij? Ik vind hem leuk. Absoluut. Schoonhoofd. Dus, dat weten we in ieder geval. Ja. Dus wat, zijn we al het hebben? Ja. Oké. Nou ja, daar zit ik voor. Ik vind het goed. Ja, daarom. En nou was dit een mooie gelegenheid ervoor. Dus ja. Dan wil ik wel eens even kijken. Nee, leuk. Dus, schrijfletter. Ja, ik weet het niet hoe, maar dat zag ik zo nou in één. Ja, kleine letter dan. Ja. Nou goed, wat ik wel weet in ieder geval. Even kijken hoor. Maar hé, hier staat ook nog iets. Kijk, het staat in 1909, Northumberland. Edith Barguillon Petit, 8 rue de 16 Paris, november 1909. Het is wel een mooie klank. Ja. Wat dit vrij nieuw is dus ook. Ja. Is ook een hele nieuwe. Ja. Helemaal niet. Wat grappig. Allemaal. Nou, mooi dan. Maar als je een speeldozen freak bent, is het wel heel leuk om al die melodietjes te horen. Kijk, hier heb je dan nog zo'n. Ja. Twee jaar in de rouw. Moeder dood, anderhalf jaar. Een broertje of een zusje dood. Een andere familie niet. En dan wilden ze toch op een of andere manier. Ja, dan in de rouw, in het zwart. Maar dan ging er wel een feestelijk soortje aan. Je hebt ze ook in het goud. En, dit is zilver filigrane. Dat is dan als het ware dat gevlochten zilver. Waar het precies gemaakt is, ja, dat is wel zilver gekeurd, maar goed, het kan Zeeland zijn, maar het kan ook wel eens goed Gelderland zijn. Dat zijn de knopjes bovenaan. Dat noemen ze Zeeuwse knopjes. Ja, maar ja, dit zijn.
niet de typische Zeeuwse knopjes zoals we... Het is een knopje. Ja, je komt het ook tegen in Staphorst, bij wijze van spreken. Hetzelfde type knop. Lastig. Dat is wat lastig, maar het is wel absoluut Nederlands. Ik zou allemaal geschilderd hebben en ik kan gewoon aan de kwaliteit hiervan zien. Ik zou het niet kunnen. Best aardig gedaan, maar het is gewoon een goede amateur, maar niet een goede meester, zeg maar. En dat betekent dat het gewoon een leuk dingetje is. Maar dat hij op de veiling nou een keer €50 opbrengt voor iemand die het leuk vindt. Zij vertelde dat haar man, die had een klein schoonmaakbedrijf. Mm-hmm. En die kwam eens bij mensen en ze hadden geld nodig. Toen scheen die het gekocht hebben voor €1800. Verschrikkelijk. Nou, een leuke miskoop. Nou ja, het is ook best moeilijk. Het is mooi, hè? De voorkant is fraai, hè? Oké, die is mooi. En is het één van? Ja, één. Ik vind het toch niet stom. Ik heb even wel een adres van iemand die zou kunnen schoonmaken. Die zit in de buurt van Medemblik. Het is een meneer die heeft altijd bij Sotheby's gewerkt. En voordat de schilderij naar de veiling opging, werd hij even schoongemaakt, hier nabij geretoucheerd, dat hij lekker smolt. En die is inmiddels gepensioneerd en die doet dat. Even kijken. Altijd tot dezelfde. Ja, kreeg ik was helemaal. En jij had die andere.